Ja, dit evenement is ontstaan toen ik zelf in Australië een stage heb gelopen met mensen met een beperking. En toen heb ik eigenlijk gemerkt hoeveel sport voor die mensen kan betekenen. Ze hadden door dat hun beperking, zeg maar, dat ze dat niet zelf waren, maar dat ze veel meer konden. Nou, het was heel mooi om die transformatie bij hen te zien. Het evenement is niet alleen voor mensen met een beperking volgens mij, hè? Nee, onze insteek was eigenlijk dat het was voor de mensen die wat ouder zijn, dus wat slechter ter been. Voor mensen met een verslaving of met een lichte psychische stoornis. En op die manier ook iedereen te betrekken en te laten zien wat sport ook voor hen kan betekenen. Dat ze op die manier toch ook gewoon weer mee kunnen draaien in de maatschappij. Uiteindelijk is GPD, de volleybalvereniging hier van Tilburg Universiteit Sportcentrum, heeft meegedaan. Merlijn, de voetbalvereniging, en dan nog volleybalvereniging Sarto. En samen met de kennis van Sportbedrijf Tilburg zijn we eigenlijk tot dit gekomen. Niet alleen dit toernooi volgens mij, hè? Nee, we hebben inderdaad hier voorafgaand ook trainingen georganiseerd. Gewoon puur om de mensen kennis te laten maken met elkaar. Want niet iedereen kende elkaar al voor dit toernooi. Maar ook ja, om ze een wat breder traject aan te bieden. Waardoor als sportverandering zal brengen dat het een wat bredere uitwerking zou hebben. Opzet even vandaag, hoe zit die in elkaar? We hebben 10 voetbalelftallen en die zullen allemaal in 3 poeltjes gaan voetballen tegen elkaar. We hebben 4 volleybalteams die tegen elkaar gaan volleyballen met de Clinic Zitvolleybal. Ook het Leipark, het recreatieteam, is er nu bij. En uiteindelijk gaan ze ook nog een kleine Clinic Zitvolleybal geven. De gemeente Tilburg heeft met 6 andere gemeentes een samenwerkingsverband. En dat is samenwerkingsverband Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant. En wij zijn zeg maar om iedereen met een beperking of met een aandoening te laten sporten. Ja, en dan vindt u zo'n evenement als dit natuurlijk wel mooi georganiseerd. Ja, super. Vooral omdat het ook... Omdat het in samenwerking met een hele hoop andere verenigingen en organisaties is. En wat het leuke is, vind ik, dat studenten, dus jonge mensen, dat die zich daar warm voor maken en hard voor maken. Dus, ja, ik vind het een prima initiatief. Met welke reden doen jullie hiermee? Nou, meer om in contact te komen ook met andere jongen. En dat wij ons willen... Ja, profileren als sportief team. We zijn niet alleen een crisisopvang en we zijn niet alleen de hulpschenkers, maar we zijn ook sportief goed aan de weg aan het timmeren. Dat is sociaal gezien erg goed. En is winst nou belangrijker dan meedoen? Of? Allebei. Winst en meedoen is allebei belangrijk. Ja, zeker, ben ik het mee eens.